Ik denk het haast wel, Mark. Ik heb zo'n vermoeden van wel. Laten we eventjes gaan afremmen naar de 30 mijl. Zo. Nice, goed bezig. Laten we even doorhebben naar de 10. Echt maar even goed op die knop rammen, moet ik zeggen. Goed, even doorhebben. Nog iets meer. Stukje. Een beetje snel. Maar we komen er wel. Nog geen snelheid aan 10 mijl. What a speed, what a speed. 10 miles an hour. Is er een route van Keulen naar Hamburg? Ja en nee. Ja, er is een gedeelte, dat hebben we net gereden, Bremen-Münster. Of je hebt de Hamburg-Hannover. Als de betere kwaliteitsroutes. Dan heb je ook een klassieke route. Dat is de Düsseldorf naar Keulen. En dat is het eigenlijk. Heeft een best wel grappig klokje, moet ik zeggen. Het schijnt ook dat de 5, 6 ook gebaseerd zijn op de 47's. Hoe ging die kleeffactor ook alweer omhoog? Shift C. Ah ja, dat was het. Is het al niet eens meer? Zo snel vergeet ik nog wel eens dingen. Ja, het werkt. Beetje rookontwikkeling moet kunnen, toch? Alsof het niks is. Ja, prima. Oh, echt serieus? Bij mij zat hij gewoon volop open en gaan met die banaan. Class 90. Met de mail. Ja, volgens mij ken jij dit scenario, Rob. Volgens mij heb jij, is dat degene die jij ook een keer hebt gedaan. Kan ik ook pas achter dat ik het scenario aan het testen was. Oh, zo, ja. Mijn is hier is niet helemaal goed gegaan. Nice. Echt een leuk lokkie.
Nee, dat sowieso niet. Daarbij volgens mij is het bijna een jaar geleden of zo dat ik hem had gedaan of zo. Dus helemaal prima natuurlijk. Is niet zo als jij hem gisteren had gedaan of zo, want dan vind ik het iets minder leuk. Dat, kijk, als er lange tijd tussen is, dan wel prima weten, want heel veel mensen zijn dat op prima toch weer een beetje vergeten zo. Kijk, dan is het gewoon leuk, weet je. En nou, je ook een beetje de balans erin en zo. En ook wel weer even verfrissend, weet je. Ja. Voor de helft van het jaar ben ik toch alweer vergeten wat het was, dus. Goed, op naar 20. Ik vind het wel echt mooi daar ook. Oh. En dit is toch gewoon lekker mooi. Is alleen nog een beetje het zwarte erin. Ja, precies. Zoals het hoort. Lekker die diesellucht. Oh. Awesome. Ja, zou wel eens goed kunnen, ja. Scherp bochtje trouwens, Hero. Goeiedag. Volgens mij is dat niet Martijn approved. Nee, dat idee heb ik ook. Kwam in één keer een bus onder me doorgereden. Dit klopt ook niet helemaal. Busje komt zo, dwars door de spoor, dwars door het spoor. Dat niet snel, maar we komen er. Vast wel. Ja, ik hoef niet veel te doen. Goed, maar met de tractie los te laten en we staan stil. Ja, ik zag het juist, ja. En wat mag het zijn, Rob? Er zal vooral veel fluitkutels zijn, denk ik. Oh, het is toch meer dan ik dacht. Oh, toch nog drie railworks-routes die op de wishlist staan in de aanbieding. Twee. Nee, ja, twee Transim World routes. Eén scenario pakket. Oh.
Er zal waarschijnlijk wel stoom zijn, maar stoom heb ik er niet op staan. Oh, de Zuidbaan naar Maribor. Nice. Het is een hele goeie voor jou, Martijn, inderdaad. Toch 56 minuutjes, inderdaad. HST! Ah, lovely. Maar zelf heb ik de laatste tijd niet meer gehad om mee te doen, dus ik doe deze keer niet mee. Dat is vorige maand. Die volgende maand weer. Maar ze zeggen het maar zo, meedoen is belangrijker dan winnen. Dus mocht je nog een leuke screenshot hebben, en stem vooral niet op Mau. Nee, lekker straks op jij favoriete foto stemmen, dan komt dat helemaal goed. En dus mocht je nog iets leuks hebben, stuur het gerust in. En de winnaar gaat automatisch door naar de screenshot van het jaar. Chillt, hij weet wie het zegt. I guess. Wie, mij? En Redmar heeft het zojuist zijn abonnement verlengd. Die Tikido heeft gekregen. In ieder geval, dankjewel Redmar voor al de support. Even dory. Wat jammer nou, koploper. Oh, maar wacht, dan moet ik toch bij Martijn zijn. Dat weet ik niet precies hoe dat zit met die dingen, om eerlijk te zeggen. Dus daar kan ik niet al te veel uitspraak over geven. GBRW 2019, thanks for the follow and welcome to the stream. How are you doing today? Ja, ik heb ook niet alles in de hand. Toevallig dat ik het even bij zag komen in de meldingen. Dat is het enige, maar voor de rest kon ik er niet meer uithalen. Maar in ieder geval toch super dankjewel voor alle support. Ah, zal vast wel iets leuks tussen zitten, Stefan. Ik moet wel zeggen, het gaat niet snel, maar we komen er wel. Nee, maar hij heeft ook een behoorlijk lange rijntje bij, moet ik zeggen. Waar is dat hij ook maar één lok bij heeft in plaats van twee? Ik had eerlijk gezegd verwacht dat hij er twee zou hebben. Nou, vergeefs. Snel, je staat voor 45 minuten gepland is, maar ik denk dat het wel eens langer kan duren. En dat zal wel jammer zijn, want ik heb hierna een snelheid van 72 minuten staan. Dus misschien moeten we die dan maar weer veranderen door een andere en dan die weer opschuiven naar de donderdag. Maar goed, dan zien we naar de rand dan. Je bedoelt screenshot van de maand, precies op de link van Martijn zet. En dan gewoon als bijlage bijvoegen. Dat zou ook nog kunnen, want ik heb nog een reserve Nederlands snuitje in gedachten. Dus dat zou ook nog kunnen. Zult gewoon eens kijken inderdaad wat de tijd voor is. Als dit snuitje inderdaad langer duurt dan 10 uur, tot 10 uur. Dan doen we nog een Nederlands inderdaad. Wat waarschijnlijk de kans aardig groot zal zijn trouwens. Want met dit tempo, dat duurt dat wel even. We hebben nog 25 in de mijl te gaan.
Dat komt alweer. Kunnen niet elke week Zwitsers doen, hè, Martijn? Of er moeten meerdere routes uitkomen, dat wordt misschien anders. Waar ik trouwens wel heel erg benieuwd naar ben welke dat zal zijn. Nice, Rom. Ah, neem je tijd, joh. En wat niet gaat, dat gaat niet. Hè. Volgende ronde weer een nieuwe kans. Weet je wat ik eigenlijk een beetje mis op deze route? 3D bovenleiding. Dat is wel even een klein dingetje. Het is toch een best wel vlaaie route, moet ik zeggen, hoor. Nee, oké. Okay. Ik zou het best wel mooi vinden als hier een 3D bovenleiding op had gezeten. Voor de rest is het een zeer fraaie route, moet ik zeggen. En natuurlijk AP Tracks, dat is sowieso wel dat is één. Nice. Dat was eigenlijk ook best wel een fraaie foto. Yes indeed, the Jaspie, and good evening. Always loved the 6.5. Because since so far as I know it's based on the 47. And the 47 is anyway always awesome. Like the 37s. And I bought it a couple of months ago on Amstel Powerhouse. I never had the chance to drive with it, maybe once or so. And I was thinking, why not do just one with him? We're driving some empty hoppers. To be honest, HFAs to. Hardendale. And we're doing that on the West Coast main line over Shep. To be honest, I really like this route. There's only one minus point so far as I see, and it's the overhead wires. Gantini, or how do you want to call it? That they are not 3D. That's the only thing that I'm. But for the rest, looks very good, to be honest. Wel, uiteindelijk wel. De stemrondes die zullen naar een uur of tien of zo zullen die geopend worden door Martijn. En dan kan iedereen stemmen op zijn favoriete screenshots. Nadrukking, stemmen op eigen screenshots is niet toegestaan.
Oh jee, hey Cleo. Goed gespot. Ja, het stemmen kan een stuk of 10 dagen of zo. Of 7 dagen, in ieder geval een goede week, dan heb je de tijd om te stemmen. Dus, ja, maakt niet uit. Dat is zeker, dat vind ik absoluut. Geeft het gewoon de tijd, uiteindelijk komt dat wel. Oeh, netjes. Bijna 29 uurtjes. Mr. Shooter komt ook even binnen, wel met 31 maanden. Hoi! Goedenavond, ik Shooter, en ook welkom. Is dat zo, Martijn? Oh, dat heb ik al compleet gemist. Nice, goed bezig. In ieder geval, super dankjewel voor al de support natuurlijk, Shooter. Zeer, zeer, zeer gewaardeerd. En ook een goede avond en welkom. Ja, time flies when you're having fun. Oh, wat onnice. 11.90 rond. Oeh, class 90 hype. Nice. Ja, precies. Dat is wel een goeie inderdaad. Dat betekent dat we op dit moment nog 23 puntjes nodig hebben, jongens, voor een nieuw icoontje. Kunnen we het nog doen? Kunnen we het nog doen? Oh, nice, lekker is die Shudder. 13-01. Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar, Martijn? 9-11-17. Er zijn subpoints, dus de aantal subs die we hebben, afhankelijk welke criteria het zijn, krijg je een x aantal punten. En met die punten kunnen wij dingen ontgrendelen. Bijvoorbeeld over 23 punten kunnen wij een nieuw icoontje unlocken. Dus dan kunnen we er een nieuwe erbij doen. En dat kunnen we doen met 23 losse subs of een aantal 2 of 3's. Wat het aantal dat we zijn, weet ik even niet uit mijn hoofd. Dus dat is maar nog een lange weg, maar mooi doel. Nou, ik ook al zei, je support niet alleen mij, maar ook je medekijkers natuurlijk. En andere dingen. Plus als je subscribt, heb je natuurlijk ook geen reclame op mijn kanaal, wat je anders wel zou hebben. Mits je Prime hebt, maar dat is even een ander ding. John, nog goeie avond. Welkom bij 919.67. Stefan is ook wel lekker bezig met 868.92. En Rood net zojuist de 70 gepasseerd. In the meantime, we have some 18 miles left to our first go by. En stop as well. It's actually the maximum allowed speed of this frame. 75, I think it is. Oh. Seems there is no speed limit at all. Fine for me. Dan mag je maximaal het toegestaande snelheden. Gewoon lekker doorgevlammen met dat ding. Nice. Ja, ze nu en dan is dat wel leuk inderdaad, een beetje mee te prielen inderdaad. Heb ik ook wel eens.
Dat is helemaal prima. Je hebt een geweldige... Ah, 18 miles an hour. Oké. Okay. Al bijna dat bij jou. Nice detail, all the wagons. Shake it, shake it. Nice. Oh, natuurlijk, waarom niet? Natuurlijk. Er zijn wel meer mensen die je kent die lijstjes op zijn telefoon hebben staan voor dat soort gekkigheid. Moet je vooral aanzetten als je net achter de cabine zit. Vinden ze niet zo leuk, denk ik. Een koekoek. Ja, kan ook. Een miep-miep of zo. Had ook nog kunnen. Ja, dat zou ik wel zeggen. Even aan het touwtje trekken. Hey. Maar dat kan natuurlijk ook nog. Let's see on the route where we are at the moment. So... Oh, over there. Blijf het toch verrassen dat hoe vrij ook die route is hier. Dat toch weer wel. Een aardige balans. Wel behoorlijk ver gebouwd, dat dan weer wel. Blijft mooi.
komen we nou in één keer bij de Beninebaan. Nou ja, weet je, dus op een gegeven moment wen je eraan. Freak, nog goeie avond en nog welkom natuurlijk. Hoe is het ermee? Even die muis weg. No mouse left. En hoe is het ermee? 12.04 en een half. Netjes. Oh, zo, dat ken ik dan ook wel weer, ja. Oh, zo, ja. Ja, die dingen die hoor je wel dan, ja. Oh jee, we verliezen snelheid, jongens. Oh, nice. 77 hours already. Nice. Busje komt zo, busje komt niet. Oh, echt serieus? Oké. Ah. Ja, dat begrijp ik al wel, ja. Nee. Ook wel een bijzonder vakwerk, moet ik zeggen, hè. Is prima, Tom. Geniet ervan. Veel plezier. Leuke bruggetjes hier, oh. Mooi, mooi. Ondanks dat we nog steeds snelheid verliezen, komen we wel langzaamaan. Ja, snap ik wel. Maar dat begrijp ik dan wel. Dan moet je op een gegeven moment wel keuzes gaan maken, ja. Ja, dat is wel weer een beetje een nadeel van al die digitalisering inderdaad. Dat zulke dingen zoals klokken inderdaad, dat ja, daar helaas de kosten van zijn gegaan. Good evening, Flying Scotsman. Welcome. Yes, indeed. We're driving on the West Coast Mainline Overship in the UK, of course. With this lovely class 5-6. Even though we're losing some speed, but still 6 miles to go. So I think we're gonna make that. Ja, dat sowieso, Jeroen, absoluut. Want vroeger ook altijd wel interessant. Vier keer per dag, wauw. I'm wondering if we're gonna make it, to be honest.
moment we're driving 54. 45, sorry. Yes, indeed. Sim 2020. Oh, and if you're wondering, I'm using only the default settings, except the POV. The settings that you can set a bit forwards and backwards. Can you show you the, this one? There's only one that I set different, but for the rest, it's all the defaults. Ja, dat is dan weer een voordeel shooter, ja. Dat is ook een stuk van als herdenking natuurlijk van die tijd. Ja. Mooi gebaar ook zo, of jou noemt een. Om je even op de juiste woorden te vormen. En echt wel begrijpen wat ik bedoel. Nou, ik ben echt benieuwd of we het halen. Oh, echt? Oké. Okay. Ik hoop echt wel dat we het gaan halen. Ah, het valt wel mee. De snelheid gaat niet zo denderend meer achteruit. Ik weet niet dat er een Intercity achter me zit, die zal niet zo blij zijn, denk ik. Ja, aan de ene kant kunnen wij soms beter laten rollen dan ergens neerzetten, want dan kost het alleen maar meer tijd. Four and a half miles. Hier een halve mijl te gaan. Ah, nice. Een goed stuk keyboard is het halve werk, zeg ik ook wel eens. Twee minutes later. Ja, precies. Ik denk dat het er nog een beetje om gaat hangen, vermoed ik. Het zou wel grappig zijn als hij het gewoon net wel haalt. Of net niet. Oh zo, dus, dat is best wel clever eigenlijk. Het was sowieso wel heel erg goed weer dit afgelopen weekend. En Eifel is natuurlijk sowieso een heel mooie omgeving. Ik ben er eerder dit jaar ook nog geweest, maar zeer van genoten. Zeker, ja, absoluut.
Ah, mooi riviertje hier ook. Nou, het is nog 3 mijl. Dus we gaan als goed zo ons eindpunt benaderen. Het gaat dan wel niet snel, maar we komen er wel. Nou, zo op zijn tijd is het ook best lekker hoor. I must say, if I made this scenario, I would definitely choose to pick two locomotives instead of one. But on the other end, it's quite a challenge. Nice. Ah, zo nu en dan is een bakkenpootje zeker ook wel lekker, ja. Lol. Bijna een letterlijke gezegde, of niet? Alright, 2 miles. One more there. Almost at the top, I think. Hey, Samson. Chilp, chilp. Even kijken. Laten ze het in saus maar zitten. Zitten we mayo bij, ben ik, vind ik het al prima zat. Nice. Hij houdt het toch stiekem best wel aardig vol, moet ik zeggen. Met de snelheid. Koek, koek. Ook best lekker. Of bedoelde je dat niet? Jammer. In de wei. Yep. Dat we denken dat er nog 1,3 mijl moeten gaan. Ik heb ondertussen wel al vertrouwen in dat het moet gaan lukken. Lol. Dubbelgeel. Nou, echt veel af te remmen hoef ik er nou ook niet voor, want ja, zo hard rijden we al niet eens meer.
Ja, wel veel klokken Como inderdaad ook uit Zwitserland. Dat Zwitserland ook wel een beetje onbekend om, als ik niet meer eigen vergis. Nou begin ik het te begrijpen. Vanuit het stationnetje hier. Altijd mooi. Er zijn. Ja, dat sowieso. Ook vaak voor bijvoorbeeld, ja. Chill. Nice. Hartstikke. Even doorremmen. Dus wat meer remmen. Het is van wennen dat je even eerst goed de flink in moet houden voordat hij echt begint te remmen. Wel even aan wennen. En dan daarvoor when stopping here at even pauze. At Hardendale, please make sure to use the F3 or F4 HUD and stop exactly where the stop stopping point is. Hoi. Ik vind hem wel mooi. Mooi op tijd ook nog. Ik moet daar ook even goed gaan opletten dat ik wel de juiste combinaties ga aflossen. Moet ik even goede toetsen drukken. Hier ook wel handig, denk ik. Ik mag die IC er langs. Hup. Je zou ook wel denken van zucht, eigenlijk. Want ik kan die motor ook een keertje uitrusten. Nice. Lol. Goed, laat hem zo maar een beetje uitrollen. Dus eens kijken hoe ver hij komt. Kijken of we een beetje precies kunnen gokken. Heet toch altijd een beetje lastig, moet ik zeggen. Nou, ah, toch lekker gedaan, zeg ik zelf. Nee hoor, ze hadden gelijk. Seriously? Zucht.
Wat jammer nou. The train must be split in half and taken into the quarry in two parts to begin this process. Uncouple bracket between 781 and 460. Okay. Dan niet, dan maar gewoon op F4. Ik kan mij het eruit maken. Eens even kijken. Jack. You now must use the wagons. Move the wagons to Hardale Siding 5. To do this, easily forward until the declare. Oké. Okay. Oké, wel prima. Komt u maar. Nou, goed uitgemeten moet ik zeggen. Heel mooi detail. Voilà. Even kijken naar siding 3, dus dat betekent dat die moeten omgooien. Oh, 5 stond al goed. Ook goed. Oké. Okay. Zo. Oh, goed. Zo. Ja, de speciale hut die ik gebruik. Ik zelf gewoon wat net al prettiger. Een keer wat anders dan al dat grijs witte. Mag wel dat je de bestanden op read-only zet, en anders bij deze volgende update meteen alles weer vervangen. Dat allemaal voor een paar lege wagonnetjes, hè? Een beetje tractie nog erbij, mag wel. Aan het slot ook een klein beetje bergopwaarts.
Ik denk niet net iets te ver. Prima zat. Niks meer aan doen. Ik heb niet specifieke favoriet spel, maar ik heb een aantal spellen die ik vaak doe inderdaad. En dat is er iets mee van. Dan met Farming, The Hunter, Minecraft doe ik wel eens af en toe. Daarnaast ook veel andere spellen die ik nooit op stream doe, zoals Wolfenstein. Dat soort dingen. Nou, een koppel. Oké. Olé! Now must pick up the remaining wagons from the Hardendale A once again. Make sure to settle. Okay. Ik vind hem wel mooi. Ja, zo kijkt het dat, zie je. Oeh, rustig aan. Beetje laat met toeteren, maar ik had sowieso al een keer getoeterd, dus op zich is het niet zo erg. Ja, ik kan totteren. Komt-ie maar, goed zo. Ja, ik mocht dat totteren, dus overweg, hè? Dat ik hier niet mag toeteren, snap ik. Beetje lastig te zien zo. Oh, wacht, ik kan de schaduw een beetje zien. Dat ging nog best wel goed hebben. Lol, doe je goed. Excellent now as before, easily forwards until you clear of the point giving access to the quarry. Okay. Maar. Al mooi te zien dat er dan ook zo'n knipperbol op zit. Nice. Even lekker de boel onder smoken. Zo, lekker hoor. Al die diesellucht. Nog een stukje, nog een stukje.
Valt er best goed, heel gezegd. Niet verkeerd. Even kijken. Bom. En dan moeten we naar de siding. Oh, oké, okay, dan moeten we naar die andere toe. Oké. Okay. Nou, helemaal mooi. En de PCB. Nou, hierna doen we dan nog even dat Nederlandse scenario. Want die andere wordt anders veel te laat. Dan wordt bijna 11:30 tegen die tijd. Dus die doen we gewoon lekker van de week. Of volgende week. Even kijken, precies. Dan doen we het lekker daar een Nederlands scenariootje. Railroad en heel goede avond en welkom. Een hele goeie. Er is een versie van Amsterdam Power Roast. Dat maakt het sowieso al meteen een heel stuk interessanter. Oh, dat vind ik nou nog strak geparkeerd. Behoorlijk strak in ieder geval. Lovely job, Lee. What? The local shunt will now handle the loading. Progress so you can take a break. Nice!